Goedenavond, welkom. Goedenavond. Aan mijn keukentafel. Goedenavond. Mijn naam is Sarah Katzman. En vanavond hebben wij een hele bijzondere gast. Wij zullen een interview hebben met Shifra. Shifra is de oudste zus van mijn vader, Rabbi Forst uit Amstelveen. En sinds haar 18e woont ze in Israël. En over de jaren is ze daar zo bekend geworden dat als je een envelop stuurde met erop Shifra Kfar Chassidim, dan wisten ze haar te vinden. Nou woonde Shifra niet in Kfar Chassidim, ze woonde in Kfar Chabad. Maar de post die begreep wel als het Shifra was. En Kfar Chassidim, Kfar Chabad, dat is wel dezelfde persoon. En zo kwam de brief aan Shifra in Kfar Chassidim. Shifra is geboren in Rotterdam voor de oorlog. Ze is ouder dan mijn vader. Hoe oud ze precies is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, haar herinneringen van vroeger zijn dus beter hoe het voor de oorlog was. We gaan wat horen over haar jeugd in Nederland, over de oorlog, over haar aliyá naar Israël, over de tijd dat zij bij Chabad is terechtgekomen en met een Chabadman is getrouwd, en hoe zij in staat is geweest om haar persoonlijke tragedie om te zetten tot een inspiratie voor duizenden die in dezelfde situatie waren als zij. Wij gaan nu ontmoeten Shifra Morozov-Forst. Nou, technisch is altijd eventjes puzzelen. We doen dit Zoom nu wel al een tijdje, maar het zijn toch steeds weer nieuwe trucjes. En aangezien het voor mijn tante te laat was om op deze tijd het interview te houden, hebben we het eerder gedaan. En moet het dus nu via een ander kanaal laten zien worden. En dat is even spannend. Oké. Je bent er? Willen horen om te beginnen hoe het was als jong meisje op te groeien in Rotterdam. Want mijn vader was een stukje jonger, dus zijn herinneringen zijn wat minder. Jij was net iets ouder, dus ik ben heel benieuwd en we willen heel graag horen hoe het was als klein meisje in Rotterdam. We zien nu het hele scherm. Nee, we zien een kleintje met alles eromheen. Fantastisch huis. Vader, moeder en later dus de twee en de drie andere kinderen. De andere jongens. Prima. Toen de oorlog begon, toen was, was ik al in de kinderschool. In de kleuterschool. En ik ben zelfs geweest in de gedeelte, heel een paar maanden in de eerste klas. Maar bijvoorbeeld toen we naar een school gingen, de kinderen vanaf 6 jaar, die moesten
een ster dragen. Dus ik kreeg als klein meisje kreeg ik een ster op mijn blouse. Een beetje raar gezicht waarschijnlijk. Je kan het zelf zien hier. Dit is een ster. Dit is de ster die ik moest dragen. Dus deze is van jou? Deze was van mijn vader. Waar de mijne is, dat weet ik niet. In ieder geval, je kan natuurlijk zeggen, ach, zielepoot, loopt ze met een ster, zo'n klein meisje. Maar mijn ouders waren niet zo. Die zeiden, vader die zei, fijn, nou weten wij allemaal dat jij, en iedereen die jij tegenkomt, die weet... Geluid kan harden. Is te zacht. Oké, nou, het eerste wat we gehoord hebben van Shifra, het geluid was inderdaad een beetje zacht. We gaan kijken of we dat harder kunnen krijgen. Toen wij met mijn tante, met Shifra, contact hebben opgenomen deze week en dit gepland hebben voor vanavond, hadden we op dat moment nog niet gerealiseerd dat het vandaag Yud Gimel Iyar is, 13 Iyar. En 13 Iyar is de jaartijddag van mijn oma, van de moeder van Shifra, mijn vader en de andere kinderen. En moeder heeft de oorlog niet overleefd, maar... Shifra vertelt hoeveel zij van haar moeder heeft geleerd in die paar jaar dat ze samen waren. En dat willen we heel graag horen. Ik was het waarschijnlijk avond en toen stond de maan aan de hemel. En toen waren het heel toevallig in Holland geen wolken. En toen zei mijn moeder, kinderen, zien jullie deze maan? Die maan die gaat met ons mee. Want als klein kind weet je, als je op straat loopt, dan heb je het idee dat die maan met je meegaat. En die maan gaat met ons mee naar Westerbork. En toen we later van Westerbork naar Bergen-Belsen gingen, toen was er weer een maan. En toen zei moeder, zien jullie kinderen? Die maan gaat ook met ons mee. Die gaat mee met ons naar Bergen-Belsen. Maar vergeet niet kinderen, diezelfde maan brengt jullie ook mee naar Eretz Yisrael. En dat heeft ons heel erg, mij tenminste, heeft hele indruk op mij gemaakt. En als ik nu s'avonds in Eretz Yisrael zie je altijd de maan. En als ik als gisteravond ging ik naar buiten en ik zag die prachtige maan en toen dacht ik, hé, mijn moeder heeft gelijk gehad. Je bent met me meegegaan naar Eretz Yisrael. Dat is echt, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze weten allemaal dat de maan met ons meegegaan is al die jaren. Dat is een heel mooi verhaal. Oké. Okay. Ja. En ik weet dat oma ook heel veel... gedaan heeft, wordt ook Clara Assouf-Pinkhoff schrijft er ook over, dan zonder naam, maar in haar boekje Sterrenkinderen schrijft ze ook, ik was het aan het lezen en ineens denk ik, hé, dit is mijn oma, over liedjes zingen, in dat de kinderen rustig zouden blijven. Kan je daar iets over vertellen? Daar kan ik eigenlijk niks van over vertellen, want ik was groot, tussen aanhalingstekens. Want toen we in Bergen-Belsen aankwamen, toen moest ik lopen naar het kamp. En dat was in januari en er lag overal sneeuw. Nou, dat was geen pretje. Want die SS'ers die liepen daar met hun honden. En die jaagden ons op. En toen begreep ik wel dat ik niet naar een zomerkamp ging. Maar we hadden genoeg verstand om je mond te houden en niet te vragen. Mijn moeder met de drie jongetjes, die werd in een vrachtauto gegooid.
En die vrachtauto had geen ramen of zoiets. En al die kindertjes die vielen maar over elkaar. En toen heeft mijn moeder samen met Clara Asserpinkel hebben ze Joodse liedjes gezongen. Joodse liedjes en Hollandse liedjes van drie kleine kleutertjes. En dat schijnt heel veel goed gedaan te hebben. Daarom heeft ze er ook over geschreven. Mijn moeder was werkelijk heel iets bijzonders. Maar ik zag bijvoorbeeld iedere vrijdagavond... Leuk om te vertellen, leuk is natuurlijk niet het woord, maar... Iedere vrijdagavond, dan zaten wij op haar bed. En dan kregen we iets lekkers. Weet jullie wat het lekkers is? Dat is een korstje van een brood. En dan kregen we een heel klein stukje korstje van brood. En op een gegeven ogenblik... Mijn jongste broer, die strekte zijn hand uit om dat korstje te nemen. En toen kwam er een vrouw, die zat daar, een Franse, want er waren daar mensen uit de hele wereld. En die nam dat stukje brood van mijn broertje af. En toen zei ik, ho, wat een dieve. Ze is een dief. En toen zei mijn moeder, nee kind, Difra niet waar. Ze is geen dief, maar ze is zo, kan ze al niet meer denken vanwege de honger. Vandaar dat zij dat genomen heeft. En je mag niet boos op haar zijn. Hier heb ik erg veel van geleerd. Iedere vrijdagavond tot nog toe, als ik niet te veel gasten in huis heb, dan zing ik de Godaudie, la Godaudie, op de wijs die ik op mijn bed van mijn moeder in Bergen-Belsen gezongen heb. En iedere vrijdagavond, dan ben ik... Zit ik weer op het bed van mijn moeder. Op het onderbed waren drie verdiepingen. Die bedden. En dan voel ik dat ik weer dat kleine meisje ben. Dat zingt samen met moeder Le Godaudie. Wauw, misschien kunnen we even een foto zien van je moeder. Ik weet het, jij hebt eentje daar... Ja, mogen we het rechterkant? Dat is je moeder, mijn oma, Tzipora Ganna. Uiteraard een van de weinige foto's die er zijn van haar. En naast haar, dat is haar moeder, dus jouw oma Lea. Oma Lea was dus van Den Haag. Wat heel mooi is... Je ziet in dat mijn moeder met een hoofdbedekking loopt, met een doekje loopt. Mijn grootmoeder heeft op deze foto een scheitel op, een pruik op. Maar mijn moeder had altijd een doekje op. Maar het is goed te weten dat de mensen, ook in Bergen-Belsen, nooit hun hoofdbedekking afgehaald hebben. Dat bleef altijd op hun hoofd. Altijd, ik heb nooit mijn moeder gezien, behalve met hoofdbedekking. Wauw, ja. Zeker indrukwekkend. Nou, we horen Shifra vertellen zo... Over de oorlog. En we begrijpen best dat het niet zo makkelijk was zoals het nu even klinkt. Als wij ons proberen te verplaatsen in die tijd. Een vader, een moeder met kinderen die van hun woonplaats Rotterdam naar Westerbork gebracht worden. En van daaruit naar Bergen-Belsen. Zo praten we er even over met een paar woorden. En het klinkt, ja, het lijkt wel makkelijk praten. Maar zo makkelijk praten was het natuurlijk niet. We zien hier mijn oma met haar oma. De foto is alweer weg. We gaan verder. Ik ben heel blij dat Shifra bereid was om ook te vertellen over die hele moeilijke momenten van de oorlog.
En daar komt het volgende onderdeel. Ja, zeker indrukwekkend. Wil je vertellen over meer richting de bevrijding, hoe dat gegaan is? De bevrijding, toen de Duitsers, die Amsterdam met Kram, zagen dat die paar Joden, die paar honderd Joden die nog in Bergen-Belsen waren, dat ze misschien gered kunnen worden door de legers van de Amerikanen, van de Canadezen, die dicht bij Bergen-Belsen kwamen. Toen is ons in vracht in een trein gegooid. Dat was natuurlijk niet een mooie trein met mooie coupés. Maar dat was een beste trein. In zo'n treinstopje, 4 koeien, 5 koeien. Maar 65, 56 mensen, Joodse mensen, kan je in zo'n karon stoppen. In zo'n wagen stoppen. Dat was helemaal niks. Geen eten, geen water. Zo lagen we op de grond, houten planken. Eens in die karon. Hoe noem je een karon in Holland? Een wagon. Echt? Een wagon. Een wagon. Wat het enige wat erin was, dat was een hele grote leeg blik. Waar niemand bij kon. En dat was dan zogenaamd de wc. Die trein die heeft gereden 14 dagen over heel Duitsland. Het was de bedoeling om ons naar gaskamers te sturen. Maar er was geen benzine. Of de rails was kapot. En zo, godzijdank, zijn we er nooit gekomen. Toen we, en er waren ook nog een hele hoop dingen die onderweg zijn we nog beschoten. Want ze dachten dat we een Duitse trein waren. En toen is mijn vader nog gewond. En mijn broer, Raf Yitzchak, is. En ik, wij konden nog lopen. We zijn de wagon uitgerend. En zijn we in het gras gaan liggen. Maar het was geen gras, het waren brandnetels. En ik had een zomerjurk aan. En ik lag in een greppel, helemaal vol met brandnetels. Maar dat was niet leuk. Maar ik heb in de tuin bij mij hier in Israël ook brandnetels. En dan denk ik altijd, jullie kunnen mij niks doen. In ieder geval, dat was ook een heel groot wonder. Want toen de Duitsers zagen dat we niet naar de gaskamers kunnen komen, dat ze dat niet halen, hebben ze een mijne gelegd op een brug. En iedereen weet dat als een lange trein over een brug gaat met mijnen, dan springt de hele boel in de lucht. Maar God is morgen wel wat anders. God zegt, ik wil deze mensen redden. Die hele lange trein is over de brug gegaan en er is niets gebeurd. En toen is alles gesprongen. Al dat buskruid is allemaal de lucht ingegaan, maar niemand van de trein is daar gewond. 300 meter voor de rivier de Elbe is de trein gestopt en voor ons was de oorlog afgelopen. Toen kwamen de Russen met hele lange geweren, die kwamen de wagon in en zeiden dat de boel afgelopen was. Nou ja, maar niemand had kracht, als er nog iemand over was in de wagon, om naar buiten te gaan en om wat te doen. En toen later is er een of andere, hebben ze ons ergens naartoe gebracht. En mochten we in een schuurtje slapen op een betonnen grond. En daarna zijn we gebracht met een Russische ambulance die de weg niet wist. En die moest ons naar een ziekenhuis brengen. Maar ze hadden geen kaart en ze hadden geen GPS en niks. En ze wisten niet waar ze ons naartoe moesten brengen. Toen hebben ze ons 24 uur laten zitten in een hele kleine ambulance.
Tot we kwamen ergens, daar hebben ze ons maar afgezet. En die mensen daar, het was een ziekenhuis in Riza. Die mensen die schrokken zich daar een rotje. Als ze al die skeletten zien, dan zeggen ze dat dat mensen zijn. Die wisten niet wat ze met ons moesten doen. En ze hadden daar bij het ziekenhuis een hele grote paardenstal. Waarom, dat weet ik niet. Maar een hele grote paardenstal. En toen hebben ze die paarden eruit gehaald. En moesten wij liggen. Maar dat was juist fijn. Want we hadden geen kracht om onszelf warm te maken. En toen gingen we liggen op dat warme stro. Toen werden we warm. Na een paar dagen mochten we het ziekenhuis in. En toen hebben ze ons schoongeboend. Met benzine en met alles. Nou, en de rest is historie. We zijn nog naar Holland. We zijn daar 3 weken geweest ongeveer. En toen zijn we met een Amerikaanse ambulancetrein naar Holland gegaan. In die trein... Ik wil even onderbreken. Even, ja. Want misschien voor jou een moeilijk moment, maar ik denk voor de kijkers wel belangrijk om te weten dat in die trein oma is overleden, het leven heeft gelaten. Hè, dat het in die trein gebeurd is. Dat je moeder het niet heeft overleefd. Dus wel... In die beestentrein, in die vrachttrein, daar is mijn moeder overleden. En ik wil je niet vertellen hoe dat allemaal geweest is. Ik heb naast haar gezeten en mijn vader heeft netjes Kriat Shema gezegd, Shemus gezegd. Maar ja, als kind, ik heb ook niet gehuild, want het was iets wat je iedere dag zag, dat de mensen stierven. We zijn begonnen met 56 mensen in die wagon. We zijn geëindigd met 5. Ze hebben moeder, hebben we ingewikkeld in de deken die ze had. Ik herinner het nog, het was een roze oranje deken. En hebben ze in een broedergraf begraven. En ik ben heel dankbaar dat ze tenminste begraven is. Samen in hetzelfde graf met Rav Levison uit Leeuwarden. Avram Levison was Sam die Kondemom. Dat was dus aan het eind eigenlijk van onze treinreis. Maar nu de trein. Sarah, het geluid is uitgevallen. Ja, sorry. Ja. Het geluid ging niet goed. Ik zeg je. We hebben dus net gehoord over de treinreis die vanuit Bergen-Belsen zo lang heen en weer gegaan is tot het eindelijk bevrijd werd. Maar ondertussen zoveel mensen het leven hadden gelaten, waaronder ook dus Shifra's moeder, mijn oma. Ik wilde heel graag van Shifra horen hoe het verder ging. Want opa, haar vader, die nu de zorg voor de 4 kinderen nam. En opa was een bijzondere man. En we willen graag horen van Shifra hoe dat was. Op de foto hier, dat is dus na de oorlog is mijn opa hertrouwd en hebben ze 5 kinderen gekregen. Die zien we op deze foto, dus dat zal eigenlijk in de 60er jaren genomen zijn. We gaan terug naar Shifra, de trein richting Nederland. Een reis naar Holland terug. We kwamen dus in een ambulancetrein van het Amerikaanse leger. Dat was prachtig, want er waren ramen en ik kon op een bank zitten en ik kon naar buiten kijken. Mijn vader lag op een brancard, want de meesten waren te ziek om te zitten. En toen werd er eten gegeven.
En bij het eten was een blikje met leverpastei. Heerlijk, leverpastei. En ik wil beginnen te eten. En toen zei vader, de oorlog is afgelopen. Dit is niet kosher. We eten niet meer vlees dat niet kosher is. Ik vond niks leuk. Maar ik ben nu, vandaag, ben ik er dankbaar voor. Dat mijn vader gezorgd heeft dat we ook een paar dagen na de oorlog niets meer gegeten hebben wat echt drijven is. Sarah, video aanzet alsjeblieft. Geluid. Ja, ik moet hem uitzetten als de video draait. Maar dan vergeet ik hem weer aan te zetten. Oké. Over dat vanaf nu eten we weer kosher. Dat is iets wat ik zelf ook van mijn vader gehoord heb. En heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. Ik heb zelf mijn opa niet gekend en we zijn dus wel heel blij dat Shifra ons daar meer over kan vertellen. Ik heb opa wel gezien, maar ik was nog heel klein en kan me dus daar niet heel veel over herinneren. Mendel, mag hij terug? Ik hoor een vraag, maar we gaan vragen voor het einde laten, of dat oké is. Is wat ze nu doen de sloeging? Ja. En niet, hij is overal naartoe gegaan om één kind les te geven, Joodse les te geven, naar Oud-Beierland en naar Dordrecht en naar Sliedrecht, voor één kind. Hij heeft gezorgd dat zijn kinderen ergens naartoe gaan, een of andere in Friesland, om met Jon te zelfver te blazen. Zelfver. En al deze dingen. Dus hij doet wat nu de slichting doen. Hij noemde het dan niet gebad, maar het is eigenlijk precies dezelfde richting. Ja. Mogen zijn ze goed voor ons zijn, voor ons davenen, dat wij en ook oma. Ja, dat was een klein stukje over opa. Ik denk dat het technisch niet helemaal goed is gegaan. Want zoals mij altijd heeft verwonderd, zeg maar, dat opa uiteindelijk degene is geweest die naar de Lubavitcher Rebbe een brief heeft gestuurd om te vragen: stuur iemand naar Nederland, wat het Jodendom in Nederland moet vers bloed hebben. En eigenlijk het Jodendom, wat we nu in Nederland zien, is eigenlijk te danken aan het feit dat opperrabijn Fors van Rotterdam deze brief destijds naar de Rebbe heeft gestuurd. Dus zoals Shifra zegt, hij deed eigenlijk ook hetzelfde werk als wat de sloeging van Chabad nu doet. En eigenlijk zijn we wel een beetje benieuwd, want Shifra, de familie waarin ze opgroeide, was toch eigenlijk gewoon een Jood, een goede Joodse familie, met zeker zionistische gedachten, die allemaal graag naar Israël zouden willen gaan. En dat is ook wat Shifra gedaan heeft toen ze klaar was met haar school en haar opleiding. Ze is in Israël gekomen en zelfs ook dus met een chabadnik getrouwd. En we zijn heel blij dat Shifra ons dat wil vertellen, hoe dat allemaal gekomen is. Mag ik vragen hoe oud je was toen je naar Israël ging? Ik was 18,5. Maar dan vertel ik niet in welk jaar dat was. Want als kunnen jullie precies weten hoe oud ik ben. Ik was 18,5.
Het viel me niet mee. De taal, dat ging nog wel. Het werken in het ziekenhuis vanaf de eerste dag moest je werken op de kinderafdeling. Dat was fantastisch. En op de een of andere manier is het goed gegaan. Ik woonde bij een Hollandse familie als internaat. En ja, dat was het nou. En jij was de enige van de familie op dat moment die naar Israël is gegaan? Ik was de enige van de familie hier, maar er waren twee zusters van mijn moeder, die woonden al lang hier. En daar had ik dus contact mee. En ook een oom. En dat was erg fijn. Maar zij hadden geen gelegenheid omdat ik daar veel kon logeren of zoiets, of eten. Dat was allemaal te moeilijk. Maar ik redde het wel. En zo zijn die paar jaren doorgegaan. Tot ik een keer in een ziekenhuis gewerkt heb, niet ver van Kfar Chabad. En toen was het Yotet Kislev. Dat is de dag van de Chabaddag. En toen zeiden mijn vriendinnen, die ook verpleegsters waren, Sifra, ga je mee? Het is daar zo gezellig vanavond. In Kfar Chabad, ga maar mee. Samer, Sama. Ik zeg, goed. Ik vlug me aangekleed en ik ging mee. Ik herinner me nog, we gingen met de autobus, het was maar twee haltes. En toen zei de chauffeur, nou als jullie wat gezellig uit willen gaan, mogen jullie met mij mee naar Tel Aviv, hoor. Het is dezelfde prijs. En we zeiden, nee, het is gezellig. Ik vroeg, wat, we gaan daar naartoe. Toen ik daar kwam en ik zag de mensen in shul. En ik zag de manier van de eenheid tussen alle mensen. Dat waren... Ik kon al merken, dit waren Russen en dit waren Marokkanen en dit waren Jemenitische mensen. En het was allemaal één grote groep. En er werd gezongen en de melodies en alles, dat was zoiets bijzonders. En toen zei ik tegen mezelf, van hier wil ik een jongen hebben. Ik wil trouwen met iemand van hier. Nou, hoe doe je dat nou? Sifra heeft dat in haar hoofd gezegd en ze wil het. Maar ja, Kodesh Borg heeft me geholpen. En op een nacht, toen ik nacht werkte in het ziekenhuis en alle kindertjes sliepen, toen dacht ik, ik ga een brief schrijven naar Kfar Chabad. Ik schrijf een brief naar Kfar Chabad dat ik wil eens wat schrijven. Wat betekent, wat is Chabad? Wat is de Lubavitse beweging eigenlijk? Dus ik schrijf een brief, ik stuur hem op naar de waad. Ik ga een brief schrijven naar Kfar Chabad. Ik schrijf een brief naar Kfar Chabad dat ik wil eens wat schrijven. Wat betekent, wat is Chabad? Wat is de Lubavitse beweging eigenlijk? Dus ik schrijf een brief, ik stuur hem op naar de waad, nee, de secretaris van Kfar Chabad. En ik schrijf dat ik wil wat schrijven voor de krant van meneer Kila Holland. Wat is de Lubavitse beweging? Tussen twee haakjes, ik heb het tot nog niet geschreven hoor. Ik ben wel in Kfar Chabad, maar dat artikel is nog niet geschreven. Misschien wil iemand van meneer Kila dat ik het nou doe, maar ik denk van niet. Toen schreef die meneer mijn brief terug. Nou, dan krijg je nu de kans, je krijgt nu de kans om het te vertellen. Ja, dat is ook al wat. In ieder geval, hij heeft me een brief gestuurd, die secretaris. Kom dan maar over Shabbos. Maar toen, en we zeggen alles was ik ga praktiek, alles zorgt God speciaal op een manier die wij soms helemaal niet kunnen snappen, helemaal niet kunnen begrijpen. Wat was er nou? Er was staking bij de post. En ik had ineens teruggeschreven, ik kom Shabbos, maar die brief is nooit aangekomen. Dus ik kwam vrijdagmiddag netjes met mijn rugzak en ik kom daar. En ik kwam daar bij die meneer, hij schrok zijn geroetje. Zegt hij, oh, ik heb niemand waar, ik weet niet waar je moet zijn, waar je overnachten kan zijn, waar je Shabbos kan zijn. Nou ja, dan weet het niet, want hij had geen plaats in huis. Nou, maar je kan bij ons eten.
Oké. Nou, dat was het begin. En toen heb ik mijn man leren kennen. En dat was werkelijk fantastisch. Het was een beetje raar voor de mensen van gebouw. Dat iemand die... Mijn man was van een hele speciale familie. Zijn grootvader was de secretaris van de vorige rebbe. Dat is niet zo. Van Nederland naar Israël. En dat natuurlijk het Nederlandse jodendom toch een bepaalde eigenschap heeft die je waarschijnlijk in Israël niet hebt teruggezien. Hoe was dat voor jou? Nou, het was niet makkelijk, maar je leert je aanpassen. Maar ik heb heel veel fijne dingen gehad. Bijvoorbeeld, ik had vreselijke heimwee naar huis en vreselijke heimwee naar Holland. En ik herinner, er was een kind in het ziekenhuis, was nog een meisje, dat was erg ziek. En ik had contact met haar ouders. Die woonden ergens in een dorp, ver van Jeruzalem. En met de autobussen, dat was allemaal een heel verhaal, hoe ze mochten komen. En dan mochten ze op bezoek komen, maar voor een half uur. En op een gegeven moment, toen dat kind naar huis gegaan is, toen ben ik meer contact met hun gegaan. En toen ben ik eens een keer over Shabbos bij hun geweest. Want dat was een familie waar de vader was de raaf van dat dorp. Het waren Jemenieten, schatten van mensen. In ieder geval, ik herinner me nog heel goed dat op Shabbosavond ik ging slapen. En ik geloof dat zelfs dat ze een van dat de raaf uit zijn bed gegaan is, want ze hadden helemaal geen plaats. En toen kwam de rabbaniet, die echte Jemenitische vrouw, en een lieve vrouw, en ze kwam er plotseling mijn deken instoppen in mijn rug. En toen zegt ze, ik weet niet hoe het met die Arabieren daar in dat verre Holland is. Ze dachten dat daar ook Arabieren woonden. Maar een moeder is een moeder. En toen stopte ze me in en toen kreeg ik een nachtkus. Dat is mooi. En met haar kleindochter, tot vandaag, ben ik in contact. Ik had niet begrepen waar Holland is en of de Arabieren woonden of niet. Die voelde wat ik... Voor haar was het dus de intelligente Askenazische mevrouw, juffrouw. Maar ze voelde wat ik nodig had. Dat was dat deken in mijn rug werd. Want moeder is een moeder. Maar er waren ook rare verhalen. Want bijvoorbeeld in het ziekenhuis, toen ik in het ziekenhuis in Jeruzalem werkte, moesten we het eten van de kinderen, hadden we van die ijzeren bekertjes en daar moesten we het eten in maken. En dan moesten we aansteken een primus. Ik weet niet of iemand weet wat een primus is, maar dat is een soort grote van koperen gemaakte petroleumstel. Maar dan weet ik niet hoe je zoiets doet. En toen vroegen ze me, uit wat voor primitief land kom jij dat je niet eens een primus kan aansteken? Moet je die Israëli's vertellen dat ik geboren ben met een telefoon in huis, ik weet nog het telefoonnummer, dat we gas in huis hadden, dat we elektriciteit hadden, dat we een Shabbosklok in huis hadden? Niemand die dat begrijpt. Ja. Dat is een van de verhalen. Ja. Ja. We horen Shifra vertellen over hoe zij haar man ontmoet heeft. En toen is het een beetje afgebroken. Maar dat was natuurlijk ook de vraag en de verwondering. En wat zich daar toen afspeelde van hoe is het mogelijk dat zo'n Hollandse meid... Een jonge Hollandse meid met een Chabad Chassid gaat trouwen. Want haar man, David, was inderdaad van een hele belangrijke Chabad familie vanuit Rusland gekomen. En zijn grootvader was de secretaris van de vorige rebbe. Dus echt een hele bijzondere Chabad familie. En hier komt dit Hollandse meisje.
En ze gaat trouwen met de zoon van deze familie. Dus dat is, hier zien we een foto van haar man, Dorrit. Het is klein. Ik weet niet of het mogelijk is om het groter te maken. Nee, het lukt niet om het groter te maken. Er zijn ook, ik heb zelf een foto's gezien. Ik neem aan dat Shifra zelf een heleboel foto's wel heeft. Maar dit is een van de bekendste foto's van haar man. En Shifra vertelt nu zo makkelijk daarover. Maar dat huwelijk heeft niet heel lang geduurd. Want toen brak de Zesdaagse Oorlog uit. En is ze alleen achtergebleven. Haar man kwam niet terug. Dit zullen wij zien in het volgende stukje, waarin Shifra vertelt hoe dat allemaal gegaan is. Ze had 2 dochters al. Kom maar wat. En dan komt die jongen, die komt daar plotseling met de Hollands meisje aan. Wie weet wat is het? Was maar dit. Ja, schreef dat het goed was. En we kregen een broer. En we zijn. En wel, dat was het. Het was allemaal erg primitief. Je moest koken op een petroleumstel. We hadden wel water, maar geen warm water. Ik kreeg voor de gatoen, kreeg ik geen gouden doos. Ik kreeg ook geen mixen, maar ik kreeg wel vloerbedekking. Die mooie balatot, die stenen die je op de grond zet, op het beton, die kreeg ik. Nou, dat was ook al wat. Ik had ook 2 kamers, deuren zonder glas erin, daar hadden we nog geen geld voor. Maar dat kwam allemaal later. Het was niet de enige die het zo was, zo hadden we het allemaal, dus het was ook helemaal niet naar. Wat ik wel moeilijk vond, dat was een kip schoonmaken. Ik weet niet of iemand dat wel ooit gedaan heeft in Holland, maar ik zeker niet. En als dan een kip werd, vrijdag werd die geslacht. En dan moest ik dat buiten zitten en al die veren eraf halen. Als ik er nog aan denk, dan krijg ik de kriebels ervan. Maar je leert zo leven, ook als het primitief is. En Ooske moet wassen, met je handen moet je dat allemaal boenen. Alles gaat goed, dat is allemaal niet erg. Als je van elkaar houdt en je begrijpt elkaar, dan komt alles goed. En zo zijn er 2 dochters geboren. En toen was ik in verwachting van nummer 3. Toen begon de oorlog. De Zesdaagse Oorlog. En die Zesdaagse Oorlog, mijn man was niet thuis. Ik moest dus alleen naar het ziekenhuis. En niemand die was erbij. En ik moest een vrij moeilijke bevalling doen. En mijn man wist niet dat er een zoon geboren was. Want hij was in dienst, in militaire dienst. Hij was 3 weken nadat mijn zoon geboren is, heeft gehoord dat hij een zoon heeft. Want er waren wel telefoons. Dat was niet waar hij was. Daar was geen telefoon. Alles was goed en wel. Het jongetje was een beetje klein. En toen zei de bel, die zei, weeg hem niet, dan kunnen we wachten met de breed tot je man thuis komt. Nou, dat hebben we gedaan. En mijn man kwam thuis na 3 weken, maar het was maar voor 24 uur. Toen was de Britten en toen is hij weer teruggegaan naar het front. En toen is het wat gebeurd. Iets waar ik nooit op voorbereid was en nooit gedacht dat had kunnen gebeuren. Hij is gestorven. Een maand na de Zesdaagse Oorlog is mijn man gesneuveld. Hier, ook hier, dit is een foto, ik weet niet of je het kan zien. Dit is een foto, dus de laatste foto die een van zijn vrienden gemaakt heeft. Het was een echte gebadnik. Met een volle buit en met tzitzit. En die zijn vrienden enorm veel. Ja,
bepaalde herinneringen zijn, specifieke Joodse recepten. Is er iets wat jij speciaal lekker vindt of waar je iets leuks over kan vertellen? Lekker vinden ze een heleboel dingen. Ik zou best willen eten macaroni met geraspen kaas, maar dat gaat niet meer. Iets geks vertellen? Goed, ik zal iets geks vertellen. Als jonge vrouw die pas getrouwd was, heb ik koekel gemaakt. Was in plaats van perenkoekel deed je er ook pruimen in, gedroogde pruimen. Het was een heerlijke koekel, vond ik me heerlijk. En mijn man had er netjes van. En nadat hij het gegeten had, zegt hij, we hoeven het alsjeblieft nooit meer. Ik vind het vreselijk. Dus heb ik dat nooit meer gedaan. Oké, nou ik ga ook hier geen perenkoekel in deze keuken maken op dit moment. Maar, ik vind dat je dat wel kan maken en het mij opsturen. Opsturen? Ja. Nou, als dat zou kunnen, misschien over een paar jaar, dat werkt, dan gaan we dat doen. Ik wil je heel erg bedanken. We zijn nog niet klaar. Want we hebben gehoord dat Shifra's man Dovid dus na de Zesdaagse Oorlog gesneuveld is. En Shifra bleef dus achter met twee dochtertjes en een baby van een maand. En zoals ze dat vertelt, net zoals ze vertelt over de oorlog, en het lijkt alsof ze er zo makkelijk over praat, ik denk dat we kunnen zeggen dat lijkt natuurlijk zo. Het is zeker niet makkelijk en ik ben ook heel erg dankbaar dat Shifra bereid is geweest om dit met ons te delen. Want een beetje aanpassen, maar ik heb heel veel fijne dingen gehad. Bijvoorbeeld, ik had vreselijke heimwee naar huis en vreselijke heimwee naar Holland. En Oké, daar ging eventjes iets mis. De tragedie die Shifra dus meemaakte toen ze een jonge vrouw was en met drie kinderen alleen achterbleef. Ze heeft het de kracht gevonden om daar iets goeds van te maken. Om daar iets moois van te maken. En niet te zeggen, oké, dit is nu mijn leven. Ik ben een weduwe. Ik ben achtergebleven alleen met vrouw. Maar ze heeft gezien dat ze de mogelijkheid had om al die vrouwen die in dezelfde situatie waren als zij, om ze te helpen. En om ze kracht te geven. En dat is eigenlijk waar Shifra zo bekend van geworden is. Nadat ze alleen was gebleven en ze in de bres is gesprongen voor al die andere vrouwen. Dat is wat zo moedig van haar is geweest. En zij als het ware de moeder van alle wezen is geworden die allemaal zonder vader waren komen te zitten door de oorlogen die zich in Israël afspeelden. Sommige vragen. Zorg voor je met zo'n brief. Ik heb nog nooit contact gehad met al die mensen. Wat doe je ermee? Komt niet zo over, hè? Dus een van de mensen naar mij toe komt zegt, luister eens, we hebben deze brief gekregen. Wat doen we ermee? Dus ik goed, ik zal het doen. Ik weet niet waar ik de kracht vandaan gehaald heb. Ik weet het wel. Van mijn moeder, van mijn vader. En toen, van toen tot hier, iets wat iedereen zo ongeveer in het hele land kent, en zeker ook in Holland kent, hebben we dus deze hele grote organisatie opgezet om te helpen en om contact te komen, geestelijk contact, en te helpen om alle oorlogsweduwen die kinderen hebben, of die in verwachting waren van hun eerste kind.
Oké, we proberen dit stukje nog een keer, want daar ging iets niet goed. Soms van al die jongens die gevallen zijn, vragen, smeken, zorg voor je mensen. We hebben nog nooit contact gehad met al die mensen, wat doe je ermee? En toen is een van de mensen is naar mij toegekomen en zegt, deze brief gekregen, wat doen we ermee? Toen zei ik, goed, ik zal het doen. Ik weet niet waar ik de kracht vandaan gehaald heb. Ik weet het wel. Van mijn moeder, van mijn vader. En toen, van toen tot hier, iets wat iedereen zo ongeveer in het hele land kent. En zeker ook in Holland kent. Hebben we dus deze hele grote organisatie gezet. Om te helpen en om contact te komen. Geestelijk contact en te helpen om alle oorlogsweduwen die kinderen hebben, of die in verwachting waren van hun eerste kind. En om te helpen, dat doen we tot vandaag toe. Ja, ik herinner me als kind hadden we niet heel veel boeken om te kijken, maar we hadden inderdaad een paar fotoboeken die gedrukt waren. En daarin zag je dus foto's van waar jij op staat met de president van Israël en met hele grote bar mitzwa vieringen. Dat is allemaal toen opgezet nadat jij dus alleen bent komen te staan? Ja, dat is toen allemaal, want eerst was dat niet. Ik heb enorm veel huisbezoeken gemaakt. En omdat er geen telefoon was, dan schreef ik meestal. Ik zei, ik ben toevallig in de buurt. Ik kom wel eventjes langs. En zo heb ik werkelijk honderden oorlogsweduwen bezocht. En toen merkten we dat we wat met elkaar te spreken hebben. Ook als ze woont in een kibbutz die niet precies lijkt op Kfar Chabad. En de mensen, de dames, niet aangekleed zijn zoals wij. Maar we hebben iets samen. We horen samen. En toen hebben we georganiseerd een Chanukkefeest. Want ik heb alles wat ik thuis geleerd heb, heb ik eigenlijk ook hier gedaan. Vader zorgde altijd voor Chanukkefeest met cadeautjes voor ieder kind. Ik heb naar Holland geschreven. Ik zeg, ik wil cadeautjes hebben. Er was een meneer Schwartz. Die was importeur van in Rotterdam van speelgoed. Die heeft voor speelgoed gezorgd voor allemaal. En dat kwam hier aan. Dat was een Chanukkespeel, dat was enorm, enorm, enorm succes. Want alle mensen kwamen. Hoe, weet ik niet. Maar ze hadden het gevoel, we willen samen zijn. En dat gevoel is tot vandaag de dag toe. Je hebt nog steeds contact met... Ik heb nog steeds... Die weduwes van toen, jullie houden ook nu nog contact met elkaar? Ze houden contact met elkaar, ze houden ook contact met mij. De telefoon staat niet stil op vrijdag, want we hebben allemaal contact. Natuurlijk niet allemaal, maar een heel groot gedeelte hebben we contact met elkaar. We weten precies wat er gebeurt thuis, ook als ze hertrouwd zijn. En dat is werkelijk iets bijzonders. En er is helemaal geen scheiding tussen ons. We zijn allemaal samen. En dat komt ook goed uit om te vertellen. Op een gegeven ogenblik wou ik eigenlijk naar de Lubavitcher Rebbe, die dus toen in New York woonde, wou ik naar hem toe. En toen heb ik geschreven naar al de oorlogsweduwen. Dat was nog voor de Yom Kippur oorlog. En toen zei ik, ik voel dat ik afgezante ben van jullie. Als jullie iets brief willen herschrijven of zoiets, dan neem ik het mee. Nou, toen kreeg ik mijn hele stapel brieven, kwam ik daar aan. En ik was bij de Rebbe in zijn kamer. Je gidoet, dus een privé ontvangst, heel lang. En de Rebbe had al die brieven gelezen. En toen heeft hij één ding gezegd,
opleiding. Heel hoop dingen gezegd, maar wat dus heel, eigenlijk de hoofdzaak is, dat het goed is dat ik gemerkt heb, wij allemaal, dus de hele organisatie, ik zeg het eerst in het Hebreeuws, kol bat Israël, hi bat Sara, Rivka, Rachel. Een dochter van Sara, van onze aartsmoeders. Sara, Rivka, Rachel, Velea. En zo zie ik het allemaal en zo zien we het allemaal. En het kan me niet schelen hoe de mensen zijn en wat ze doen en hoe ze leven. We zijn allemaal één grote familie. We hebben allemaal dezelfde vader. We komen allemaal af van Avraham Avinu. En dat is iets wat we goed moeten in onze hoofd hebben. En dan is het ook helemaal niet moeilijk om iemand anders, van iemand anders te houden. En hem en niet te denken, waarom doet die meneer zo? Waarom doet die mevrouw zo? Waarom de kinderen ook voedt zo? Daar hebben wij niks mee te maken. Zij en de kinderen zijn net als mijn kinderen. Zo voel ik me ook zo. Dat is heel iets raars, maar het is toch echt waar. Ik zeg altijd, dat zijn mijn kinderen. Bar mitzvahs die Shifra georganiseerd heeft voor al die weesjongens. Dus elk jaar werd er in de zomer een hele grote gezamenlijke bar mitzvah gehouden voor al die jongens die in dat jaar bar mitzvah zijn geworden. Dus dat is een hele tijd doorgegaan. En ik ken dat toen wij met de familie in Israël waren, toen mijn jongste oom trouwde. Dat was ook in de zomer. En toen vond ook zo'n bar mitzvah viering plaats. Dus ik herinner me als klein meisje. Er was een gigantische menigte. Het was daar stamp en stamvol. Het was allemaal buiten. En er was een heel groot podium met tafels en stoelen waar die bar mitzvah jongens zagen. En alle hoogwaardigheidsbekleders. Iedereen was erbij. En dat werd dus jaarlijks in Kfar Chabad gevierd. En dat was dus de organisatie van Shifra. En natuurlijk heeft ze dat niet alleen gedaan, maar door haar is dit allemaal begonnen. Denkt, vanaf zijn 11e jaar denkt hij, grote bar mitzvah, een grote zaal, krijgt veel cadeautjes, zo'n muziek en dat muziek en misschien is... Er zijn wat technische problemen, heb ik zo het idee. Ik weet niet of jullie mij horen op dit moment, of dat alles is stil blijven staan. Technisch gaat er iets niet helemaal goed. Ik hoor je nu wel, maar ik hoorde je even niet. Oké, nou, dan horen jullie mij. Het was de bedoeling om eventjes weer een clipje te zien van Shifra, maar op een of andere manier is dat lukt het niet om die erop te zetten. Maar dus het werk van Shifra voor de bar mitzvah jongens heeft ze jarenlang gedaan, totdat er natuurlijk op een gegeven moment al die jongens bar mitzvah waren. Hè? Ook kinderen die geboren werden van tweede huwelijk van die weduwes hebben nog bar mitzvahs gehad. Maar ja, op een gegeven moment is dat natuurlijk voorbij. Shifra is niet achter de geraniums gaan zitten.
Want daarna heeft ze zich bezig gehouden met het verzorgen van de moeders met meerlingen. Dus als ergens in het land een moeder was die een drieling had, een tweeling of meer, dan ging zij daar naartoe om te helpen om te kramen. En toen was ze al aardig op leeftijd, dat heeft ze jarenlang gedaan. En eigenlijk tot nu doet ze dat niet meer, dat ze op stap gaat ervoor. Maar er zijn heel veel kleinkinderen die bij haar komen kramen. Dus ja, nu met corona kan ze dat niet doen. Maar net voor corona nog had ze een vrouw van een kleinzoon die bij haar is komen kramen. Dus als je uit het ziekenhuis moet en je hebt thuis een huis voor kinderen, dan is het wel lekker als je ergens in een rustig plekje heerlijk vertroeteld wordt. En dat is wat Shifra dus nog steeds doet. En dan hebben we natuurlijk het slotwoord wat Shifra aan ons wil zeggen. Ik kan niks horen. Nee, wij kunnen ook niks horen. Het komt eraan. Geef ons vandaag de Messia. Van corona. Corona. Het is morgen, vrijdag, is het de Pesachseni. De tweede Pesachseni. Wat betekent die Pesachseni? Dat is symbolisch dat er eigenlijk niks kapot gaat. Alles kan je maken. Kodesh Bogo, ik zeg tegen Kodesh Bogo, wij dachten dat de Mashiach zou komen op Pesach. Als er niks verloren gaat, geef ons morgen de Mashiach. Geef ons vandaag de Mashiach. Komt ons toe. De mensen zijn in eenheid. Iedereen helpt elkaar. En dat is onze taak. En ik verwacht dat Kodesh Bogo ons met nu de Mashiach geeft, de Gula Shlema. We azië ook refuaslima, gezondheid voor alle zieken. Amen. En daarmee zijn wij gekomen tot het einde van dit interview. Ik zelf zou nog heel veel van Shifra willen horen, maar onze tijd is op. Zoals ik in het begin gezegd heb, gezien het tijdstip deze avond, was deze opname eerder op de dag gedaan en ging het technisch niet helemaal van een leien dakje. De volgende uitzendingen zullen we, als het goed is, helemaal live doen met bijzondere vrouwen die in Nederland wonen en die dus in hetzelfde tijd zitten zoals wij. En dan hopen we dat het technisch ietsje makkelijker kan gaan dan vandaag. Ik vind het heel fijn dat jullie allemaal meegedaan hebben. Ik hoop dat jullie ook de boodschap van Shifra zullen meenemen en er iets van leren om ook je best te doen om te kunnen betekenen voor een ander. Hartelijk dank. Goed Shabbos uit de Golan. Goed Shabbos, tot daar. Sarah. Dankjewel. Goed Shabbos. Dankjewel. Goed Shabbos. Dankjewel, Sarah. Goed Shabbos, bedankt. Goed Shabbos. Goed Shabbos. Bedankt. Dag, bedankt. Nee. Ik heb er niks aan.